Zo, dan gaan we vandaag een tweede kampvuurverhaal lezen bij het kampvuur. En dat heet De Schatmaker. Op ons erf heb ik zo'n beetje elke vierkante decimeter grond wel een keer omgeploegd. Vooral in de beginjaren was dat een dagelijkse activiteit. De tuin rondom het woonhuis hebben we leeggehaald en omgeploegd om ons eigen tuinplan te realiseren. Bomen werden gerooid, boomstronken uitgegraven, struiken verplaatst of weggedaan, grond omgelegd. Niet zelden viel mijn blik op bijzondere voorwerpen. Potscherven in soorten en maten, een Delfsblauw handvaatje van een schepje, een pijpenkopje, een bakkelieten plug van NGK, een mini-schildpadje, kleine plastic speelgoedjes, een glazen zoutvaatje, glazen knikkers, een huisnummerbordje met het nummer 30. Allemaal zaken die uit de grond kwamen en die ik kan verklaren uit het feit dat er sinds 1928 een gezin heeft gewoond met kinderen. En uit dat gezin heeft één kind het huis overgenomen van zijn ouders en ook zijn kinderen hebben er gespeeld. Wij zijn de derde eigenaar, wat best weinig is voor een huis van bijna 100 jaar oud. Bij de sloop van een uitgebouwde keuken stoot ik bij het weghalen van een hemelwaterafvoer op een schat, anders kan ik het niet noemen. Het zat niet in een kistje of zo, maar het was wel allemaal bij elkaar in de grond beland. Twee grote soeplepels, een operatieschaar, een schoenlepel, een theelepeltje, een steeksleutel 8-9, een huissleutel, een nikkelen bloemenvaasje, een handvol aan elkaar geroest muntgeld. En de oudste leesbare munt die ik vind is een kwartje uit 1954. Waarde nu volgens internet €2,50. Al deze vondsten heb ik zorgvuldig bewaard. De eerste jaren heb ik het tentoongesteld in een vitrinekastje in de hal. In latere jaren is alles opgeborgen in een mooi kistje. Uit respect voor het leven dat geleefd is, bewaarde ik de door mij gevonden voorwerpen. Puzzelstukjes van mensenlevens die op deze grond hebben gewoond, een moestuin hebben gehouden, gesleutels aan brommers, gespeeld. Op een dag nodigden wij de vorige eigenaar en zijn vrouw uit om te laten zien wat wij van hun plek hadden gemaakt. Hun oudste zoon was ook mee. We wilden vooral laten zien hoe gelukkig we er waren. Ik vertelde hem ook van de gevonden schat. Dat meen je niet, riep hij luid. Hij klapte daarbij in zijn handen. Onze oudste zoon, ja hij daar, mocht graag spullen verstoppen. Vooral glimmende voorwerpen hadden zijn voorkeur. Hij was een schatmaker. We zullen menig uurtje gezocht hebben naar spullen die we kwijt waren. Op een gegeven moment hadden we door dat we de spullen niet verloren waren of zo, maar dat hij ze bewust wegpakte en verstopte. Voor hem was het een spel, voor ons soms een hoop ongemak. Ik somde op wat ik allemaal gevonden had. Een glimlach kwam op zijn gezicht. Wie weet wat er nog verstopt zit. Nog niet zo lang geleden vond ik in de kruipruimte onder de woonkamer een stuiver uit 1963. Laat zo'n lief schatmaker zijn, dan ben ik de schatgraver.